Zo, ik heb nou hier die sappelsap. En ik zat toevallig net al te kijken. En ik heb trouwens al een slok genomen, zeg gewoon eerlijk. En zo. Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. Zonneschijn. Super tof, kijk naar een nieuwe vlog. Mijn naam is Sanne Pas, zoals iedereen weet. En het is weer de 19e. November, zeg ik het goed? In ieder geval, het is een nieuwe dag. Een mooie dag gaan we van maken. In ieder geval lekker. Ja, even wakker worden. En even mijn haren komen, want het ziet er niet uit. Heb je ook zo heet, want altijd dan word je wakker. En dan ga ik haren, of ja, hier dit bijvoorbeeld. Hij wil niet meewerken. Oh, lekker. Pardon. Maar wat ik nu ga doen is lekker een bakje koffie zetten. Maar dan moet ik eerst wel een kopje pakken natuurlijk, anders kom ik niet zo ver. Oh, dat is lekker handig. Sander, even wakker worden. Op schema blijven. En gaan met die banaan. Oké. Maar eerst even, wat ik al zei inderdaad, bakje koffie. Het is lekker zoals het er is trouwens als je wakker wordt. Om lekker bak koffie te drinken vind ik rechts wat er is om heerlijk lekker wakker te worden. Vind ik tenminste. Dus dan gaan we het even een beetje op ritme worden. Oh, ik heb even het tweede bakje koffie zetten en dan heb ik vier ook eigenlijk wil ik die aan gaan zetten. En morgen ga ik super iets leuks doen, maar dat gaan jullie binnenkort wel zien in mijn vlog. Maar, bakje koffie gezet. En dan ga ik even één ding doen achter. Ga ik weer ook even aanzetten. Dat ga ik ook wel even doen. Dus dan kan ik even lekker hier lekker gaan ruiken. Zo, even koffie. Ik heb net lekker koffie gezet. Daar ga ik van genieten die hier staat. En ik ben benieuwd. Ik wil pas. Daar ik even lekker mijn wier ook aanzetten, hoor ik al zei. Dan ga ik ook maar even dat nu doen. Even kijken welke. Want ik heb hier twee doosjes. En ik had deze keer eerder ergens aan de supermarkt gezien. Ik ga niet spoilen welke supermarkt. Maar daar lagen ze gewoon niet meer. Voor mij heb ik het al een keer over gehad. Gewoon voor 10 euro. Ik kan gewoon letterlijk niet beseffen dat ze voor 10 euro daarvoor liggen. Want deze is van 1,50. Ik kijk altijd, zo ben ik ongeveer, dus ook een tip al daarvoor toegeven. Gisteren had ik ook gezond eten, natuurlijk. Maar, dat kan ik jullie ook meegeven voor goedkoop boodschappen doen. Dat is natuurlijk, dat is ook wel slim en handig. Want, ja, en over teruggaan over gezond eten. Kijk, ik kan voor mezelf natuurlijk koken, maar ik kan dat dingen gaan halen voor koken, maar dan heb ik altijd te veel over. Vind ik onhandig. Waarom zou ik dan koken voor mezelf als ik in mijn eentje ben? Alvorens ben ik bijvoorbeeld, is mijn vriendin er, dan zou ik gewoon gaan koken, om zo te zeggen. Maar als ik woon bij me. Alweer ben ik gewoon thuis alleen. Waarom zou ik gaan koken als ik ook makkelijks kan? Dan vind ik het natuurlijk wel belangrijk dat ik dan gezond ervan eet. Maar ja, dat is echt wat ik wou zeggen. Wat ik wil zeggen eigenlijk. En ik merk, dan zit ik gewoon letterlijk aan mijn haren. En dan gaat hij helemaal door waar. Dan denk ik van wauw, kut haar. Maar ja. Dat hebben jullie wel eens. Ik ben dingen even toevallig even op de computer aan doen. Dus ga ik verder ermee. En dan ga ik dan even die dingen achter de computer maar doen. Dat even wel gebeuren. En dan komt iemand even bij me gluren. Ja, boef. Hey, grote vriend. Kom je doen? En trouwens, gisteren zat hij in de doos, maar ik was alleen vergeten te vloggen nog. Hé, boef? Zat je weer in de doos? Hey, zat je weer in de doos? Oh, en hij gaat weg. Doei Kanya! Doei Kanya!
Hij komt weer terug. Ik had natuurlijk over gehad, over gezond eten en over ongezond. Nou, ik kan jullie vertellen, ik ga vanavond even ongezond eten. Maar ook weer niet. Nou, ik heb wat gezond en ongezond. Ten eerste, ik heb tomaat. Ongelooflijk lekker. Snoeptomaat is het eigenlijk. Dus daar ga ik sowieso ook van genieten. En ik hoop dat ik al red om mijn eentje te eten. Sla. Ja, maar ik ben één ding vergeten. Mee te nemen. Oh, slim. En dat is wraps. Want wat ik wel met wraps eten. En mango. Oh, dat gaat wat worden. In ieder geval verse smoothie. Met mango, margarita. En sinaasappel. Dus ik. Oh, ik ben benieuwd. Hoe ik dat gelukkig ga vinden. Maar dan gaan we dadelijk. Ga ik sowieso zien. En ik heb eentje met aardbei. Nee, appel, banaan en aardbei. Die ga ik wel sowieso lekker vinden. Dus, maar en ja, eigenlijk wat ongezond is kibbeling. Voor morgen in ieder geval. Knoflook. Ook niet ongezond natuurlijk. Aardappels. En biefstuk. Ook nog. En spersiebonen. Twee soortjes klein. Dus ja, die waren in de actie, dus ik dacht waarom niet. Zo, die erin. En dat was het voor mij. Oh, ik zat op zijn pootje. Dus ja, dat was het. Hoppakee. In ieder geval ongezond en gezond. Maar, ik zit te bedenken. Ik heb brood natuurlijk. Dus dan ga ik dadelijk zwarmen met brood en slaan. Denk ik even dat proberen, hoe dat is. Dus, en dan op die manier van er een broodeter van. Zo, ik heb nou hier die sap. En ik zat toevallig net al te kijken, en ik heb trouwens al een slok genomen, zeg gewoon eerlijk. En ik zat te kijken, zout. Zit 9,5 gram in. Is dat nou gewoon goed of niet? Vraag me af. Vet, 0. Energie, best wel veel. Maar ga ik even een slokje nemen. Dan laat ik even zien hoe... Hoe ik van vind. Het smaakt wel echt ongelooflijk goed. En tussendoor ben ik lekker bij aan het komen. Even relaxen, net gegeten. En morgen gaat het een leuke dag worden. Maar dat gaan jullie allemaal zien. Want ik ga morgen ergens heen. Ik zeg in ieder geval, kijk, hou mijn vlogs in de gaten. En ik wil dan, ga ik nog wat anders doen. Mededelen aan jullie. En waarom heb ik dat zo'n sapje eigenlijk trouwens gekocht om daar even op in te gaan. Dat is om even te proberen eigenlijk toch al gezond te doen. Ik zeg gewoon eerlijk, letterlijk tegen jullie. Ik zit heel veel snacks te eten. Zoals borrelnootjes, chips. En ik wilde eigenlijk vanaf, maar weet je hoe moeilijk dat is eigenlijk om er vanaf te komen. Echt ongelooflijk moeilijk. Dus vandaar dat ik dit nu drink. Wat ik super lekker, best wel lekker vind. Het is niet vies of zo. Dus ga ik daar even lekker van genieten. Ik ga lekker klaarmaken om naar mijn bed in te gaan. En even lekker bijkomen van deze dag. Morgen allerlaatste dag werken. En dan heb ik alweer lekker weekend. Want kijk ik naar uit. En dan ga ik weer iemand ophalen bij John. Ik kan hier nu al raden wie het is. Maar ja, dan denken jullie alweer. Ja, ze komt alweer. Want we hebben een reden, we hebben een paar dingen te doen, morgen ook. En dat gaan jullie morgen allemaal zien. Twee dingen toevallig. En morgen ga ik nog wat vertellen wat morgen gaat gebeuren. Maar dat gaan jullie morgen horen. In ieder geval nu, lekker klaarmaken om naar bed in te gaan. En dan wil ik jullie allemaal bedanken voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk hebben gevonden. Morgen weer een dag. En we gaan er wat leuks van morgen van maken. Ik hoop dat jullie nog wel van deze vlog genoten hebben. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe sowieso een blij duimpje omhoog. Ben je trouwens nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Zou ik super tof vinden als je hier beneden abonneert. En zeg ik alvast veel kijkers in groen nieuwe vlog om 1 uur. En zeg ik hierbij, laters! Waar ik juist ga over hebben is over wat eigenlijk belangrijk is. Hoe ik bezig ben om gezond en te bewegen is omdat... Wat ik doe, ik loop sowieso al naar mijn werk.